Het Haagse raadslid Richard de Mos gaat aangifte doen tegen ondernemer Frans Bakker. Bakker begon samen met de Mos een inzamelingsactie om de failliete Scheveningse pier te redden. De ondernemer zou 23.000 euro hebben verduisterd, geld dat bedoeld was voor de pier. ADO-directeur Piet Jansen heeft eind januari tegen Maurice Steijn gezegd dat hij ook zou opstappen als de Haagse trainer zou worden ontslagen. Dat zegt Steijn in zijn eerste televisie-interview na zijn ontslag. Jansen hield zich niet aan zijn belofte. Uiteindelijk werd Steijn begin februari ontslagen en bleef Jansen zitten. Steeds vaker zitten lokale partijen in onze regio in het college. Dat blijkt uit een inventarisatie van Omroep West. In 2010 leverden de lokale partijen in 10 van de 29 gemeenten wethouders. In 2014 staat de teller nu al op 15 van de 22 gemeenten. Een procentuele verdubbeling ten opzichte van 4 jaar geleden. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich in juli opnieuw over de zaak Rishi. De vraag is of de agenten die betrokken waren bij de dood van de 17-jarige jongen alsnog vervolgd moeten worden. Rishi werd in november 2012 door een agent neergeschoten op station Den Haag-Hollandspoor.